Thank you.
Alleen van NEC tot dusverre. Tikkeltje kansloos hier in eigen huis. Alle spitsen gaan gelijk de diepte in. Ook deze Marengo dus. Toch Marengo. Evers hier.
Opnieuw Marengo. Ja, twee goals erbij. Maakt het totaal 30. Van Kippersluis. Vlag. De vlag blijft opnieuw naar beneden. Lammers zit in de weg. Vierman, het aanspeelpunt kan hij niet bereiken. Daarna een beetje rommelwerk en dan een heerlijke paas op Brands en het is 2-0. Ja, Vierman heeft een goal gemaakt. Deze Brands heeft een goal gemaakt, maar... Ruimte wordt opgevuld door Akouil. Prupper. Geconcentreerde blik bij Zwarthoed. Die tot nu toe natuurlijk uitstekend staat te keepen. Is 31. Heel veel. Ja. Als het nog spannend willen maken, hier toe te slaan, wat dichterbij te komen. Dat kan. Veerman, naast hem staat Brands al een tijdje te schreeuwen trouwens. Voorzet wordt eruit gehaald. Eerst de verdedigende actie van Jan Lammers. Maar goed, herbroken door Prupper. Evers. Komt daar nog knap uit. Lofo Sang. Evers links van hem. Heeft hij gezien. Evers tegen zijn oude ploeg. Speelde 4 jaar voor de Graafschap. Loopt eigenlijk zelf tegen die Jan Lammers. Toch nog Kouas. Oftewel de aanval blijft nog in leven. En daar is Marengo. Maar die kan hem niet goed raken. Onder druk van Garcia Calvete. Achter de verdediging van de Graafschap. Dat is best gevaarlijk wat Marengo hier doet. Lammers. Lastige bal voor Prupper. Hij tegen Almere City was de tweede nederlaag van dit seizoen. Verloor alleen van NEC tot dusverre. Pak van Hulst. Lazic. En zo staat... Marengo. Luierink. Evers stond naast hem. Schilder. En Kouas met ruim. Lazic. Lazic is uiteraard een offensieve rechts. Dat kan bij Eshadov. Lammers. Vida had er 28 gemaakt. Tot nu toe in 10 wedstrijden dus. Hij kreeg er 8 tegen. De Graafschap maakte 15 goals. Kijk de diepte in. Ook deze Marengo dus. Toch Marengo. Evers hier. Opnieuw Marengo. En Veerman als hier. Jan Lammers, 19 jaar. De man die zijn debuut maakt in de basis. Lammers.
Schilder correct verdedigd bij Vida. Lammers schuift in. Daar moet Brands dus als de brand weer achteraan. Dan is deze paas voor mij aan de harde kant. Toch komt Zwarthoed er niet uit. Opening van Nesharov. Blazic gelijk opgejaagd door Lofosang. Lammers bereikt Vida. Zo kan de Graafschap oversteken. Lammers. Lammers. Viel twee keer in trouwens. Voor deze basisplaats tegen Telstar. Er is toch meer beweging in de tweede helft bij de bezoekende ploeg. Als Heusinkveld achterin de bal heeft. Het was nogal statisch voor rust. En voor de hand liggend. Maar heeft Volendam het geluk dat er een engeltje op de lat zit. Drupper voor Veerman. Loopwerk te verrichten om vrij te komen. Dat betaalt zich bijna uit met een goal hier van Vermeij. Wederom Prupper ertussen. Lammers naar Lazic. Van Ewijk blijkt uit. Marengo hier met de kaats. Mislukt met Lofosang die nog altijd een beetje ineengedoken over het veld. Maar van de kant van de Graafschap is het al een tijdje een soortement van wapenstilstand. Volendam Luierink naar de voorzet van Ewijk. Eschadig. Daar had Vida de bal niet willen hebben. Bovenarm van Tarfi. De vlag blijft opnieuw naar beneden. Lammers zit in de weg. Evers gaat nu buitenom. Die trekt min of meer twee mensen met zich mee. Dus kan deze messcherpe voorzet komen van Kouas. En kan Brands opnieuw zijn handen. Evers. Schilder. Zonder te kijken geeft hij de bal een knal. Zijn er nog vragen? Zullen we de trainer nog op de eindbaan zetten? Ja.